Hier achter mij is deze 16-jarige jongen het vuur nu aan het verspreiden. Hij legt een hele mat van kolen neer om daar zo direct 20 minuten in te gaan staan dansen. We zijn hier aangekomen in Bulgarije en we gaan nu in één keer doorreizen met de bus naar een afgelegen berggebied waar we een heel bijzonder ritueel gaan zien. Een soort heidens, christelijk, orthodox ritueel waarin iemand gaat dansen in het vuur. En als geluk hebben, voorspellen ze de toekomst. Laat ik even duidelijk maken. Er wordt dus door een uitverkorene, een Nestinar, gedanst in vuur. En dat in deze tijd. In Europa. Het Stranza-gebergte ligt aan de grens met Griekenland en Turkije en is de armste streek van Europa. Ik heb afgesproken met een van de vuurdansers. Nou, we zijn nu eindelijk aangekomen in het kleine dorpje Prodivovo. En als het goed is, gaan we hier dan onze Nestinar Kostadin ontmoeten. En die schijnt hier te zingen in het buurthuis om te oefenen voor het lied dat hij gaat zingen op het grote ritueel zaterdag. Sebastian, hi, very nice to meet you. Hi there, Sebastian. First of all, how did you discover that you're a Nestinar? Как открыть себе Нестинар? Тук в Брудиово, в моето село, имаше събор 2004 година и аз имах рожден ден. Много сякаш не е правилно, но той го направи и аз тогава влязох в огъня и от тогава си играя на празник. What inspired you to go into the fire? Was it something that came from within? Ами аз още от малък винаги сякаш това ми е занимавката или по църкви, или винаги съм носил икони и още от малък съм се опитвал да влизам в огъня, обаче просто то си има момент, когато да... So the first time that you walked into the fire, did you get burned? Не. Were you scared? Не. Аз когато влизам в огъня ми е... Сякаш ми е радостно. Are you one of the last five Nestinars of Bulgaria right now? Да, да, те тук в Странджата сме много малко и... Well, it's an honor to meet you. Благодаря. Do you prefer that name? Кой е това? Това е също така, наистина. Как се казва? Веселя. Нея, hij liever dan ik. Dat is een goede fik waar zij aan staat te dansen. Bulgarije is een Oosters-Orthodox land. Christelijk dus. Maar er zijn veel verschillen met de kerken bij ons in het Westen. Orthodoxen hebben geen paus, maar een patriarch. Ze slaan hun kruisteken andersom en hebben andere rituelen bij huwelijken en dergelijke. Amen. In het Stranza-gebergte is het christendom vermengd met eeuwenoude heidense rituelen. Zoals dierenoffers en dansen op het vuur door uitverkorenen, zogenaamde Nestinars. Zonder zich te branden dansen zij in het vuur, beschermd door de heilige Constantijn en Helena. Constantijn was de eerste Romeinse keizer die christen werd en Helena zijn moeder. Zij worden door Oosters-Orthodoxen als heilige vereerd.
Brodievo lijkt uitgestorven, maar onze nestinar Kostadin wil ons toch graag zijn dorp laten zien. Je hoort hier wel echt ongelooflijk zin van, denk ik, als je een tijdje woont. Want er gebeurt hier helemaal niets. En we zijn ook nu bij de hoofdattractie van dit dorp. Een klein kerkje en dat bevat een geneeskrachtige bron. Daar beneden. Voor dat er is. Oké, dit is het heilige water. Lekker water. Do you want some? No. Now we are cured. Well, exactly. I guess you're a non-believer, huh? The way you just said that. The water is very dry, and that's why. Nou ja, je komt niet elke dag geneeskrachtig water tegen. Deze kolen is dus getanst. Dit is het pleintje in het dorpje Bulgari. En dit is eigenlijk het centrum van de Nestinarvo's. Als je daar loopt, zie je ook nog kleine afbeeldingen van dat dit dus dan echt de plek is. Een afbeelding van de Nestinar. Een vrouw die in kolen aan het dansen is met een icoon. Met ongetwijfeld een afbeelding van de heilige Constantijn. Met een heel belangrijk kraantje om je voeten te koelen of zo na de... So how important is the whole religion of Nestinar for this area? Нестинар вярвам, че си играят, ги прехващат и играят всичко си. Мислим, че си, ние си вярваме тук. Нашите хора вярват всичките, но не само нашите. Сега вече всичките, цялата страна вярва. Всичко казва Бог, каквото реши Бог, това ще стане. Искаш. Kom lekker bij, zitten. So did you ever experience that somebody got burned when they started dancing in the fire? Винаги става така. Напоследък влизат пияни и после горят болницата да лежат. Пияни. На празник. Пият се и мислят, че като другите не ги пари не знаят, че и тях няма да пари. And if I would want to participate? В огънят ли да влезеш? Не можеш. Не, не. Не може да влезеш. Ти не може да прехване. Не може да влезеш. What if I drink a lot? Ама ще идеш в болница. Ще изгорят от долу каравиченцата. Ja, het is indrukwekkend om 20 minuten in het vuur te staan dansen. Maar we weten ook allemaal, Emil Ratelband, dan ben ik geneigd te zeggen dat het... Ja, niet zo bijzonder is. Dus ik wil het zelf ook even testen. Dus we zijn er allemaal hout aan het verzamelen om op het strand een fikje te gaan bouwen, zodat ik het kan uitproberen. Warm. Wat, nu al? Ja. Oh man. Dat heb ik weer. Het is echt warm. Het voegt wel toe aan mijn respect voor datgene wat er dan hier gebeurt. Ja. Dit zijn mijn eigen heilige tekens. Dit is een paganistisch kruis. De levenslijn met al zijn lessen erop. En dit is een cirkel wat voor mij, ik weet het goed hoe ik het uit moet leggen, de natuurlijke vorm is van wat is. Ik heb geen zin om als een blinde door die hete kolen heen te stampen. Het moet wel een betekenis hebben voor me. Dus daar ben ik even mee bezig. Als je dan vraagt, goh, waarom doe je het dan precies? Dat is eigenlijk moeilijk te beantwoorden. Omdat ik nu wel besloten heb dat ik het wil doen om het beter begrip te krijgen van waarom zij het doen. Of hoe het voelt als je dat doet. Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen.
tweede keer deed het pijn. Zo, de eerste keer valt erg mee, maar... Wow, tweede was niet zo prettig. Kronen. Maar niks verbrand. Ik kan me niet voorstellen dat je dat 20 minuten doet, man. Oh, je voelt het wel even echt branden. En dat is heel onprettig, maar dat is ook omdat ik nu mijn angst ervoor heb en omdat ik er niet aan maal. Ik bedoel, je bent er ook bezig met een camera op je neus. Dus je kan niet helemaal naar binnen gaan, maar... Het deed niet verschrikkelijk veel pijn. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar een kloosje zou wel lekker zijn. Nou, nog één keer dan. Zo. De tenen. Oh, kanonen. Nou, die mensen zijn gek dat ze dit doen. Als je dat 20 minuten doet, en je doet dat zonder brandwonden, mijn hemel, ik weet niet hoe je dat doet. Jezus, mijn teentjes. Volgende. Zeg dat het nee, even serieus, je voelt het wel. Je voelt het ja. Wel serieus. Oh ja, je voelt het wel branden. Kom maar, Sebas. Ik heb hem daar. Dit ook. En hier. En hier. En hier. Ja, dit is onder de blaren. Je zit helemaal onder de blaren, man. Waarom nu op? Want vandaag is de grote dag. Over een kleine 11 uur zal hij door een hele hoop vuur gaan dansen. Nou, kijk eens. Dat is een mooi winkeltje, hoor. Ja, dit is wel interessant. We zijn nu aangekomen in Kosti. Je ziet hier de zandplek waar zo direct de hele brandstapel opgebracht zal worden. En je merkt dat hij vanaf nu, terwijl hij alsmaar heel rustig is geweest, wel een beetje zenuwachtig is. Dus hij is nu druk aan het rondlopen. En hij is de man van vandaag, want hij is de enige nestenaar. Het gekke is dat hij is dus niet alleen degene die in trance raakt en op kolen gaat dansen. Maar het lijkt wel alsof hij in één keer de hele organisatie op zich moet nemen. Want hij is degene die het vuur moet aansteken. Hij moet eigenlijk zorgen dat het hele festival goed geregeld wordt. En dat op je 16e. Om onduidelijke redenen verzamelt iedereen zich aan de andere kant van het dorp voor een ander typisch Bulgaars volksvermaak. Worstelen. Grappig is, daar sta ik hier nou al een tijdje naar te kijken. En eigenlijk op een of andere manier doet het niet eens zo ontzettend veel onder voor veel van de andere rituelen die ik tot nu toe heb gezien. Dit is eigenlijk iets waar mensen mee opgegroeid zijn, dat ze lief hebben en hoog hebben zitten. En of het nou geloof is of iets anders, het is de samenhorigheid geld. Ik vind het wel stoel, hoor, moet ik zeggen. Kleine mannetjes. Maar super fanatiek, ze worden hier dadelijk maar opgevoed. En die is op leeftijd ook bijna. Dat heeft wel echt iets mannelijks, vond ik.